Hallo en welkom. In deze les ga ik wat vertellen over plantaardige en dierlijke cellen. Tenminste hoe je ze kunt bekijken. Want onze lesdoelen voor vandaag zijn onder andere dat je de onderdelen van een microscoop kent. Dat je het verschil weet tussen een elektrodemicroscoop en een lichtmicroscoop. Je de vergrotingen kunt berekenen van microscopische afbeeldingen. Je kunt de delen van dierlijke en plantaardige cellen herkennen. Nou, die onderdelen horen eigenlijk inderdaad bij deze basisstof. Maar echte celorganellen, dat ga ik in het volgende instructiefilmpje behandelen. Dus de nadruk ligt hier voornamelijk bij het gebruik van een microscoop. Nou, ik ga hier een beetje wat sneller doorheen, wat de onderdelen ervan zijn. Nummertje 1, dat is de oculair, daar kijk je doorheen. Dan heb je de tubus. En wat even belangrijk is om te weten, is dat hier een spiegeltje in zit, want je kan niet om een hoekje heen kijken. Dus hou er rekening mee dat je alle microscopische afbeeldingen in spiegelbeeld ziet. Dan heb je de statief, dat is nummertje 3. Dan de tafel, dat is ook de plek waar je een preparaatje op legt. Dan heb je de grote schroef. Deze gebruik je voornamelijk om een beeld te vormen. Dus je legt je preparaat hierop en dan gebruik je allereerst de grote schroef om de tafel dichter bij je lens te brengen. En zodra je een vaag beeld ziet, dan kun je de kleine schroef, dat is nummertje 6, gebruiken om een scherp beeld te krijgen. Bij sommige microscopen zitten de kleine schroef en de grote schroef in elkaar gebouwd. Dus het zitten er twee in één. Dan heb je nog de revolver, dat is nummer 7. Daar draai je dus de verschillende objectieven mee. Dat zijn de vergrotingen. Dus daar zit dus een lens in wat ook kan vergroten. En dan heb je nog nummertje 9, de preparaatklem. En dan nummertje 10, diafragma. Dit is even een handige, want wat veel leerlingen niet weten is dat je die diafragma ook heel handig kunt gebruiken tijdens het bekijken van een preparaat. Een diafragma laat de hoeveelheid licht, daar kun je de hoeveelheid licht mee regelen wat binnenkomt. En het is heel handig, zeker als je bijvoorbeeld het celmembraan of een celkern niet goed kunt herkennen, of andere celorganellen. Dan wil het nog wel eens helpen om met de diafragma een beetje te klooien, door het misschien net iets donkerder te maken. En dan zie je vaak in één keer veel beter een celmembraan of een celkern of bladgroenkorrels, noem maar op. Dus dat is wel een handig om te weten. Dus die zit echt meteen onder de tafel. Nou, dan heb je nog nummertje 11, heb je de lamp. En nummertje 12, ben ik vergeten erbij te zetten. Dat is dit onderdeel helemaal onderaan. En dat is de voet. Als je een microscoop vastpakt, dan pak je hem altijd vast bij de statief. En bij de voet. Goed. Dan het verschil tussen een lichtmicroscoop en een elektrodemicroscoop. Een lichtmicroscoop, daar valt het licht van onderdoor een preparaat. En de lichtmicroscoop op de meeste middelbare scholen vergroten tot 1000 keer. Bij een elektrodemicroscoop wordt een bundel elektroden op een object gericht. Nou, het fijne daarvan hoef je niet te weten, maar wat wel belangrijk is, zijn de twee verschillende typen elektrodemicroscopen. Je hebt de transmissie-elektrodemicroscoop, afgekort met TEM, en de scanning-elektrodemicroscoop, de SEM. En een transmissie-elektrodemicroscoop geeft een tweedimensionaal beeld. En een scanning-elektrodemicroscoop geeft een driedimensionaal beeld. Nou, waarom is dit belangrijk om te weten? Het komt niet heel vaak voor, maar soms komt er bij een toets of bij een examen komt er een vraag en dan zie je een plaatje van de microscoop, een microscopische afbeelding. En dan is de vraag met wat voor type microscoop is deze afbeelding genomen. Het eerste wat je dan moet doen is dat je gaat kijken naar de vergroting. Want als je ziet dat een microscopische afbeelding gemaakt is bij een vergroting van 600 keer, dan weet je al automatisch, oh, het is een lichtmicroscoop. Zie je dat die paar duizend keer is vergroot, dan weet je, het is een elektrodemicroscoop. En vervolgens kun je dan goed naar het plaatje kijken om dan te bepalen of het een transmissie-elektrodemicroscoop is of een scanning-elektrodemicroscoop is. Dus hier zie je dat het een tweedimensionaal beeld is. Dus je kunt geen diepte zien, dus dat is van TEM. Je ziet ook de vergroting 2500 keer. En hier zie je dus eentje van een scanning-elektrodemicroscoop. En je ziet hier ook een klein beetje dat daar diepte in zit. Beide afbeeldingen zijn gekleurd Dus hou er rekening mee, met een elektronenmicroscoop kun je alleen maar zwart-wit afbeeldingen maken. Dus als die gekleurd is, is dat altijd na de hand gedaan. Dus hier nog even een paar plaatjes. Dus je ziet hier bij deze twee zit er diepte in. Hier zie je duidelijk dat het een tweedimensionaal beeld is. Dus dit zijn kenmerken waar je op moet letten als je een dergelijke vraag krijgt. Dan de vergroting berekenen. Is niet heel lastig, maar wel even handig om te weten. Hier hebben we weer het plaatje van een microscoop. Als je wil weten wat de vergroting is waarmee je door een microscoop heen kijkt, dan pak je de vergroting van oculair, dat was dit deel, en de vergroting van objectief. De oculair waar je doorheen kijkt, daar zit al een kleine lens in wat al een aantal keer vergroot. Meestal is dat 10 keer, bij sommige microscopen is dat 5 keer. Maar dan kun je dus een heel simpel rekensommetje maken. Als jouw oculair 5 keer vergroot en jij kijkt door een objectief waar 40 keer op staat, dan is het heel simpel, 5 keer 40 is 200. Dan is de vergroting waarmee je een voorwerp bekijkt, is dan 200 keer. Nou, meestal wordt zo'n vraag niet gesteld tijdens een toets. Wat soms wel wordt gevraagd is het volgende. Wat je dan krijgt is een plaatje van een groepje cellen, of van één cel. En dan moet jij aan de hand van het plaatje terug kunnen rekenen wat de vergroting was waarmee je door de microscoop keek. En daar is één regeltje op, eigenlijk hoe je dat kunt berekenen, is de grootte van de afbeelding moet je delen door de werkelijke grootte van het object. Dus stel je voor dat jij met je lineaaltje hier langs gaat en je ziet dat dit 3 centimeter is. En je weet dat in werkelijkheid zo'n dierlijke cel 0,001 centimeter is. Dan kun je de vergroting berekenen waarmee het is bekeken. Nou, ik ben hier vergeten nog wat informatie bij te geven. Maar normaal gesproken, als je zo'n vraag krijgt, krijg je meestal wel deze gegevens. Dus dan staat er in werkelijkheid is een dergelijke cel 0,001 centimeter. En wat je dan moet doen, is dan met je liniaal moet je dan kijken hoe groot is zo'n cel. Een tip als je dat gaat doen, ga nou niet de eerste de beste cel pakken en alleen die opmeten. Vaak krijg je meerdere cellen dan te zien, dus meet dan 2 of 3 cellen op, pak daar het gemiddelde van en deel dat dan door de werkelijke grootte van het object. Nou, als je dat hebt gedaan, dan komt uiteindelijk de vergroting waarmee het object is bekeken. Nou, voor de kritische kijker, dan zie je al dat dit is een wat slechter voorbeeld. Het zou dan 3000 keer bekeken moeten, 3000 keer vergroot moeten zijn. En als je een beetje snel kijkt, dan zie je al dat dit een afbeelding is dat met een lichtmicroscoop is gemaakt. Dus die vergroot niet tot 3000 keer. Dus het is alleen maar even voor het voorbeeld. Hoe kun je de vergroting waarmee je bekeken terugrekenen? Is dus de grootte van de afbeelding. Dus wat je gegeven krijgt, gedeeld door de werkelijke grootte van het object. Goed, dit was het einde van deze les. Voor de plantaardige en dierlijke cellen ga ik dus en alle celonderdelen daarvan ga ik in de volgende les behandelen. Mocht je nog meer filmpjes willen kijken van biologie, andere dan wat hier wordt uitgelegd, ga dan vooral naar de YouTube kanaal van Biologie met Joost en hopelijk tot de volgende keer.